heel hoog, hè? Wel 7 meter mag je dan. De hagelslag smelt nog net niet van de boterham. Maar warm is het hier wel op deze camping aan het Gardameer in Italië. Ja, met het opzetten van de tent was het al heel warm. Dat we af en toe even in het Gardameer doken om even af te koelen. Gisteren was 35 ongeveer, maar volgens mij was het een paar dagen geleden 40 graden of zo. Ja. In de schaduw kan het nog wel. En in de zon is het gewoon echt veel te heet. En dat is niet alleen hier in Italië zo. Ook in Spanje, Portugal, Frankrijk en Griekenland worden er temperaturen van ver boven de 35 graden gemeten. Op meerdere plekken geldt een weeralarm. Volgens deskundigen zal dat steeds vaker gebeuren, want door klimaatverandering warmt de aarde steeds verder op. Daardoor wordt het op plekken waar het altijd al wel warm was, nog warmer. Al blijven mensen toch gewoon komen, merkt deze camping-eigenaresse. Chi vuole fare una vacanza sul lago, ovviamente, o in Italia, penso che voglia trovare il sole e penso che voglia trovare caldo, possibilità di temperature piacevoli anche nell'acqua del lago e non vogliono la pioggia. Quindi noi siamo invece molto felici che ci sia al momento questa temperatura e questo bel tempo, giornate di sole. Ja, je bent er wel aan, maar ik heb nog nooit zoveel gezweet. Het is net als ik in de sauna zit. Het is wel warm, maar het is ook wel weer lekker om naar het zwembad te gaan en dan lekker af te koelen. Maar ja, dat idee hebben meer mensen hier en dus is het behoorlijk druk in het zwembad. Ook niet ideaal en dus overwegen sommige ouders om volgend jaar toch maar iets noordelijker op vakantie te gaan. Wie weet, Zweden is ook een mooi land en als het daar ook mooi weer is, want daarom gaan we eigenlijk naar het buitenland, omdat we dan wat meer zekerheid hebben voor mooi weer. Maar als het hier elke keer zo warm wordt, dan gaan we misschien wel naar andere plekken waar het iets minder warm is. Ja.